We beginnen met de pavlova, Lien. En we doen geen half werk, want dit dessertje is goedgekeurd door de Diabetes Liga. Ik heb met die lieve mensen aan telefoon gehangen, lang trouwens, want ik ben kok en geen voedingsdeskundige. Nee. Het is wel goed dus dat je een beetje informeert. Dus wat hebben we nodig? 6 eiwitten. Het wit hier. Alright. En de dooiers mag je apart houden. Hier kunnen we nadien wel een omeletje van bakken. Als je daar een beetje yoghurt bij doet, dan is dat zeker niet wegsmijten. Hè? Wat gaat daar nog bij? En ik ben absoluut geen voorstander van ingrediënten met moeilijke namen waar je nog nooit van gehoord hebt, dat je ook heel moeilijk kan vinden. Maar in dit geval heb ik mij toch eens laten overtuigen door, houd u vast, xylitol. Ja? Is een natuurlijk zoetstof uit planten, fruit en groenten. Dus kan niet slecht zijn. Niks chemisch. Het lijkt erg op suiker, maar bevat 40% minder calorieën. Ook meegepakt. Dat is toch, ja. Allee, dat is toch echt schoon meegenomen. Hè? Goed voor de tanden, erg geschikt voor diabetici. Maar je gaat nu ook een keer een plezier doen en proef dat. En het ziet er ook uit als suiker, dus ik ben volledig overtuigd. Kijk. Ja. Allee, je m'excuse, maar dat gaat... Toch suiker. Voor mij is dat goed. Het is gewoon de max. Ik doe het ermee. En dat kan warm gemaakt worden. Ja, en zo. Want we gaan voor de pavlova gaan die eiwitjes dus opgeklopt worden met nog extra een theelepel bicarbonaat. Ja. Vanille-extract. En waarom vanille-extract en geen verse vanille? Omdat verse vanille vet is. En eiwit opkloppen met iets vettig, dat gaat niet. Dan valt dat in gelijk als een pudding. Voilà. En wat gaat daar nog in? Een theelepelje maïzena. Om die binding te hebben. Een theelepel azijn. En that's it. Dat zijn eigenlijk de klassieke ingrediënten van pavlova. Ja. Oké, nu gaan we weer een beetje lawaai maken. Ja. Heb je genoeg? En ondertussen ga ik mijn handen wassen. Dat is goed. 4 eetlepels xylitol, theelepelje bicarbonaat, theelepel azijn, theelepel maïzena en een theelepel vanille en gelaten mag aan. Voilà, je krijgt dan een prachtig schuim. En wanneer weet je dat dat genoeg is? Als je daarvan een klein beetje neemt en je wrijft tussen je vingers en je voelt geen korrel niet meer. Ah ja. Snap je? Nog een keer schoon omroeren. Voilà. En nu gewoon simpelweg een bakplaat met een bakpapier op. Echt een goed doopje maken zo, hè. Ja. Voilà. En dat ziet er misschien mega uit, maar dat is gewoon lucht en eiwit, hè. We gaan daar kleine putjes in maken. Gewoon omdat straks die rode vruchtjes dat daar een beetje blijft inliggen. Ja. Oké, de oven in. Ja, en hoe heet moet die staan? 110. En dat is de bovenkant en de onderkant. Ja, dat is warme lucht. Dat is met molenken zo. Hè? Ja. 35 minuten. Ik had het over rijstwafeltjes. Rijst is no-go. Nee, dat gaat niet. Dat is te veel carbs, te veel koolhydraten. Dus ik wil een textuur vinden dat lijkt op rijst, maar dat niet de slechte geen koolhydraten heeft. Dus kwam ik al snel bij groenten. Ja. Kan niet anders. Nee. En dan heb ik gewoon van een rauwe bloemkool een genre van rijsttextuur. Dat is gewoon de helft van een bloemkool. Die gaat in de kutter. Dat je eigenlijk zo rijst of couscous zou het eigenlijk ook bijna kunnen noemen. Dat is rauw. Dus rijst gewoon in een kommetje. En... Maar ik snap het rijstvervangend gevoel wel. Hè? Ja, wel. Ja, daar begint het al. Ja. En in de mond gaat dat ook hebben. Ja. Wat gaan we doen? We gaan dat koken met melk. Zoals dat we rijstpap zouden maken. Want nu gaan we weer volledig onze knop omdraaien. Ja. We maken rijstpap. Snap je? Ja. Dus melk heb ik nodig, Lien. Die vind je in de koelkast. Zelfde welke melk? Neem maar halfvolle. Dan letten we ook nog een beetje op de calorieën. Wat gaan we daar nog bij doen? Natuurlijk een vanillestok. We willen heel veel vanille. Vanille gaat
automatisch zo die dessertjes smaak geven. Ik ga er 2 nemen, waarom niet? Je mag een citroen overraspen, dat we de 6e hebben. Die bloemkool gaan we gewoon onderzetten. En gewoon het geel. En een keer dat ge... Ik moet maar 1 keer raspen, hè, want het wit wordt bitter. 2 vanillestokjes erbij. Maar dat zou ook kunnen met een beetje saffraan, bijvoorbeeld. Nog een beetje cardamom bij. Kan dat ook? Appelsien, zeker. 6 van appelsien. Ja? Zo, appelsien en zwarte chocolade samen vind ik ook. Weet je wat? Doe er maar een beetje appelsien bij. Ik heb daar appelsientjes liggen in mijn fruitmand. Voilà, vanille erbij. En omdat dat zo'n heel fijne textuur is, heel fijne bloemkooldeeltjes, zeg maar, moet dat ook geen uren koken zoals rijstpap. Rijstpap is toch 20 minuten non-stop roeren. Hè. Dus het is gewoon een feit van die bloemkool zacht te maken, dat we ook zo die zachte textuur hebben van die rijst, zo gezegd. Ja. Oké, suiker gaan we natuurlijk voor onze vriend hier. Xylitol, ik zou ook kunnen stevia zijn of zo. En waar koopt de xylitol? Dit is in een natuurwinkel. Dat ga je echt nog niet vinden in de supermarkt. Dus nu nog naar de natuurwinkel. Ja. Alright. 4 lepels. Een grote stap voor mij, maar ik had het doen. Ja. Voilà. Dus, hoe lang moet dat koken? Niet lang. Een minuutje of 2, 3, want dat is echt direct gaar, hè, zo'n kleine stukjes. Wat gaan we nu doen? Want dit is absoluut nog niet de textuur voor een wafel te bakken. We gaan dat doorzeven. Die melk hebben we niet meer nodig. Voilà. En nu gaan we ook een klein beetje dat vocht toch wel gaan... Wegduwen. Wegduwen. Ja. En jij mag al het wafelijzer aansteken. Dat is een moeilijke, hè? Zet het wafelijzer ook maar op volle bak. Dus zie je al het vocht eruit... Ja. Dat we eigenlijk weer een redelijke droge massa hebben. Voilà. Wat gaan we nu doen? Als we dit zo in het wafelijzer gaan smijten, dat gaat niks doen. Nee. We hebben iets nodig dat bindt, waar dat er geen suikers in zitten, waar dat er geen koolhydraten in zitten. Een eitje, hè? Heel simpel. Wat gaan we er nog bij doen? En ik ga dat eerst erbij doen. Cottage cheese. Zo die balken zo een beetje dat daarin zitten. Ja. Een goede lepel. En dan een volledig ei. Goed mengen. En we hebben... Ons beslag, of wat? Een wafelbeslag. En dan nu nog 1 eetlepel, een goede eetlepel, amandelpoeder. Dus dat is puur gepelde amandelen in poedervorm. Ja. Wafelijzer op de volle bak. Ja. Insmeren met de arachide of zonnebloem. Oké. Okay. Geen olijfolie. Geen olijfolie, dus dat moet ik nog gaan halen. Ja, samen met de xylitol. Ja. Voilà. Schoon lepelje. Als je ziet dat daar nog een beetje te veel... Lucht in zit. Vocht, vocht in ligt, in dit mengsel gewoon op een zeefje leggen. Hè, dat vocht weg kan. Ja. Right? Wat heb ik hier nog? Chocolade. Mmm. We gaan all the way, hè, Lien. Dus gewoon op een pot bij Marie. Ja. Laten smelten. En dat is het. Misschien een klein beetje zure room, zo. Wafelke zure room. Allemaal goed. Chocolade. Ik ben wat nerveus. Kom. Ah, ze kleven al, Lien. Ho, ho. Het ziet eruit als wafels en het ruikt als wafels. En de geur. 1, 2, 3. Oeps. Ja. Hopla. Het ruikt als wafeltjes. Kom. Oh, niet te geloven. Dus, klein beetje zure room. Ik heb nog die magere, hè. 15% vet. Ja. Want we willen genieten, maar we willen wel oppassen. Dat wil ik ook doen. Ja. En dan een vork. En meer hebben we niet nodig. Dat is een zand. Hopla. Zie, dit is art. Misschien daar al. We kunnen ook al frambozen op, maar ik wil die houden voor straks. Allee, kom, we gaan proeven. Je moet eerlijk zijn, hè. Het is alle weg. Echt, hè, voor iemand die... niks van suiker mag eten, hè? Vind ik dat hier een heel straffe vervanging.
Ik kan dat zelf, dat wafelje. Voor mij is dat te ingewikkeld. Ik weet nu al dat ik dat niet ga doen. Maar gewoon al het feit dat je kunt een wafel bakken. Dat is wel waar. He? Dat is super. We zijn het nog niet gedaan, hè, Lien? Pavlovas. Was ik vergeten. Ma. Wat gaan we eerst doen voordat we die schatjes uithalen? Rood fruit. Het is niet seizoen, dus in de diepvries. Hier, blauwbessen. Ik eet dat heel veel. Heel veel bosvruchten eigenlijk. Mm. En ik weet dat ik koop dat ook buiten het seizoen. Mag niet, maar voor in de auto zo mee te pakken vind ik dat handig. Voilà, sap van een halve appelsien. Ja. Ik ga eens kijken of dat genoeg is. Dat moet juist zo een keer opkrukkelen zo. Misschien mag je daar ook, omdat de dessert smaakt, een klein beetje kaneel in. Lust je dat kaneel? Ja, heel graag. Een klein beetje kaneel in. Daar zou ook weer andere kruiden in kunnen. Venkelzaad. Zo, een klein tipje, hè. Mespuntje kaneel. Oeh, dat is al wat veel, uit die man. Het is vrijdag. Oké, dan ga ik de pavlovas uithalen. Lientje, we zijn er bijna. En gaan we daar dan ook zure room bij geven? Ja. Een goeie. Voilà. Hier is dan broebelen, hè? Ja, dat is goed. Zet maar af. Ja. Die schuif ik zo. Ja. Voilà. Een lepel zure room. Een beetje rood fruit. En dan onze pareltjes, kunnen we het eigenlijk noemen, hè? Van frambozen, ja. Walnoten, zo even het mes inzetten. En het is ons laatste gerechtje. Mm. Van de week. Nee. Ja. Het was tof, hè? Van een goede week. Het is plezant, hè? Ja. Het was een informatieve week. Ik heb heel veel bijgeleerd. En je hebt mij, moet ik dan weer zeggen, ik was heel eng in die dingen. Ja. En ja, dat heb je wel verbeterd voor een stuk. Wow, dat is gewoon een compliment dat je mij geeft, Lien. Kijk, je krijgt er nog wat nootjes voor. Ja, omdat ik zo braaf ben geweest. Je bent echt braaf geweest. Je bent... Want daar komt er wat uit, hè. Toch. Ze lacht, maar ze zegt niks. Proeven van dat ding hier. Mm, en dat zo in dat rood sappeke. Ja, dat vind ik tof, hè, zo'n texturen. Een goeie, jong. Hé, hey, wat is dat? Dat is precies een wolkje dat gaat op eten zijn. Dat is echt goed. Dat is toch dankbaar. Dit is mijn ding. Echt waar. Is dat ding? Ja. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. 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 En hier.